Hallo, wij zijn Theo en Thea. Is dat niet leuk, hip hip hoera? We zingen een vrolijk liedje. Klap in je handen, hop sa sa. Jongen, jongen, is het al begonnen? Heb je wel eens een levenworst gewonnen? Hip hip hoera. Theo, Thea. Theo, Thea. Nou, waar was het? Hè? Hier is het! Hallo! Ja, die woont dat baasje die de halftraas heeft gewonnen, die we 2 weken geleden hebben getrokken. Ik moet er gisteren uitleggen wat we gaan doen. Ja, bel maar. En die gaan we daar centraal overhandigen. En ze mag meespelen. Wie is daar? Theo en Thea! Theo en Thea? Ja? Is Shirley thuis? Ja, ik zal even roepen. Shirley is vanavond. Ik zal er even roepen, want ze zit op poepa. Ik ben benieuwd hoe ze eruit ziet. Ja, ik ook. Oh, dat daar staat de hoofdprijs. Dit is de hoofdprijs. Je hebt de hoofdprijs gewonnen. Nee? Hoera! Wat is dit daar? En je krijgt deze TNT-trofee cadeau. Hey, hallo! Ja. Ik ben de moeder van Shirley. Is de moeder van Shirley, is er ook. En ze heet, hoe heet de moeder van Shirley? Ik ben Marianne. Marianne, heb je de oplossing nou al gezaagd? En de oplossing was natuurlijk gaat voor Derry. En dat had zij goed als enige. En mogen we nou even een stukje bij u opnemen? Want het is wel de bedoeling dat je nou een mooi potje toneel gaat spelen. Ja, bij mij opnemen? Ah, mag het even, het is maar 10 minuten. Het is geen rotzooi. Wat ontzettend. Wordt het geen rotzooi? Nee, helemaal niet. Nou, kom er maar boven. Mag het? Ja hoor, kom maar. Het mag. Op het drankorgel, zou je bedoelen? Nee, op het windorgel van die vette haché van jou van gisteren. Tje, pak je gitaar, want we betalen die dure muzieklessen niet voor niks. Tje, je hoort het wat je moeder zegt. Pak je gitaar en laat horen wat de muziekdocentje vandaag allemaal geleerd heeft. Oh jee, ik ben vergeten te gaan. Wat zei ze? Zei ze iets? Wat zei ze? Zei ze iets? Ja, ze zei iets, volgens mij. Zei ze iets. Ze gaat me toch ook niet vertellen, Julie, dat jij wou tegen ons wel zeggen dat jij de muzieklessen vergeten hebt. Die dure muziekles. Het geld groeit ons niet op de rug. Nou ja. Misschien heeft ze wel een goede reden gehad. Een goede reden. Dan weet ik wel wat een goede reden geweest is. Ze is natuurlijk in het fietsenhok op school heeft ze liggen. Heeft ze zitten flikvlooien met een of andere krentenbol. Zeg niet dat soort dingen. Ja, dat doet ze. Dat doet dat kind niet. Dat kind is daar nog helemaal niet aan toe. Nou, dat kind is daar nog veel te jong voor. Nou, ik weet het. Je vertel op, wat heb je gedaan? Nou, ik ben het gewoon vergeten. Nou, gewoon vergeten. Nou, wat zeg je? Gewoon vergeten, Sje. Je gaat onmiddellijk voor straf. Ga je nu onmiddellijk naar je bed toe. Ga naar je bed toe. Haar. Geen straf. Geen straf. Met straf bereik je niks. Oh, hou op die toe. Met straf bereik je niks. Nee hoor, Sje, het is helemaal niet erg dat jij die dure muziekles vergeten bent. Pegik, blijf gewoon lekker tot 12 uur op als dank. Doe nou toch niet zo inconsequent, man. Wij moeten als ouders moeten wij 1 blok vormen, zodat die meid precies weet naar wie ze moet luisteren, wat goed en slecht is. Anders raakt ze later helemaal van het verkeerde pad af. 1 blok vormen. Zal ik jou eens wat te zeggen? Ja. Jij vormt in je eentje al een blok aan mijn been. Zo is het genoeg. Zo is het genoeg, hè? Zo is het genoeg. Ik heb genoeg gehad. Jij slaapt vannacht maar op de bank. Hij gaat zelf wel op de bank liggen. Ik ga niet met jou vanavond in bed liggen. Jij gaat zelf maar op de bank liggen. Ga jij zelf maar op de bank liggen. Ik heb gezien dat jij op de bank liggen. Kijk die meid. Nou, kijk die meid. Nou, die meid, waar we het over hebben. Precies, meid. Schat, je hebt gelijk, meid. Laat je moeder maakt een ruzie. Weet je wat, schat? Kom maar hier. Dan gaan jij, mama en jij gaan samen eventjes een boekie-woekie spelen. Goed, hè? We gaan samen boekie-woekie spelen. Komt-ie. Moet ik even voorbereidingen treffen. Weet ik hoor niks. Spelen we niet vandaag? De snaar is gebroken. De snaar is gebroken? Die dure snaar is gebroken? Zeg, hé. Ja, klinkt goed. Hoor je dat, pa? Nee? Mooie muziek maken jullie. Hé, kom eens hier. Hoor je dat? Die snaar die is gebroken. Die snaar van die gitaar, je gaat me toch allemaal niet zeggen dat die snaar van die gitaar gebroken is. Ook dat nog, dat is te limit. Je gaat onmiddellijk naar je bed. Nee, daar komt niks van in. Je laat met je takken van het kind af. Als ik tegen het kind zeg dat zij onmiddellijk in bed moet, dan gaat zij onmiddellijk naar bed. Als iemand het kind naar bed stuurt, dan weet ik dat wel. Ik stuur dat kind naar bed, jij stuurt dat kind naar bed, ik stuur dat kind naar bed, jij gaat naar bed. Als ik tegen dat kind zeg dat zij naar bed gaat, dan gaat zij naar bed en daar ben ik niks mee te maken. Dan ga je drank op. Oké, Shirley, move. Wel rusten, pa, ma. Slaap lekker. Zo. Heel erg van. Lieve schaapje, pak dat te hard aan jij. Ja, ik denk dat jij er wel te hard aanpakt. Je bent te hard voor je. Gadverderrie. Nou. Sure. Niet lezen, hè, stiekem. Laat dat kind toch even lezen, als dat kind wil lezen. En dat is niet goed voor die ogen. Oh, nee. Die ogen die zijn er niet van groeit. Nee, het is wel goed voor die oren. Dat orgel is voor jou, dat is wel goed. Ach, nee, kijk met dat kind nou liggen hier. Kijk nou, wat een lekkere droppie. Dat is ontschaafd, die meid. Nou, lieve scheid. Kijk nou weer. Ja, te rust, hoor. Lekker ding. Zo. Laat hem maar even lekker in dromenland. Laat hem maar even lekker naar vrouw Holle in de Lakenstraat gaan. Goed zo.